Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij weer een spiksplinternieuwe aflevering van On Stage. Vandaag vanuit de Popcorner, de jonge jazzband Louis Bow Ties. En welk nummer gaan jullie spelen voor ons? We gaan een jazzstandard voor jullie spelen en die heet Hit That Jive Jack. Top, ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Hit That Jive Jack, put it in your pocket till I get back. Going down. Hit that jive check, put it in your pocket till I get back. Time and time with for no man, and I ain't got time, chicken head. Till I get back. Hit that jive jack. Jazz? Nee, sorry. Dan moet je even aan Joep Peters vragen. Jazzmuziek die is er vanaf, nou pakweg, 1900. Dan begint het ergens op te lijken. En het is nu 2016. Dus je moet eens kijken hoeveel geschiedenis er al in zit. Dus het woord jazz, dat zegt niks. Maar je zou kunnen zeggen dat zo elke 10 jaar het genre verandert. He, dan is er weer, dus laat ik zeggen, het genre 2016 heeft al bijna niet veel meer te maken met de jaren 90 of de jaren 80. Zo snel gaat het. He. Dus laat ik zeggen, wat jongeren, nou ja, die zijn af en toe ook al 30 hoor. Wat die bijvoorbeeld in 2016 onder jazz verstaan, dat is iets volkomen anders dan, laat ik zeggen, toen ik muziek begon te maken. Nou, weet je wat het is? Ik speel bijna elk jaar, maak ik een tournee in Amerika. Daar zijn geen concertzalen. Het zijn allemaal pizzatenten, eettenten. Hè, dus de muzikanten die de grote coryfeeën zijn, die staan daar gewoon, terwijl iedereen er doorheen zit, te smakken. Dus dan komen ze naar Europa toe en zeggen ze, ja, maar wij zijn de uitvinders. Wij zijn de Amerikanen en wij willen geld. Terwijl ik weet, ze staan voor 15 gewoon bij de pizzaboer. Hè? Dus dat is ook een wijze les voor, hoe is het ook weer, de broken ties of blue ties. Of, hè? Ja, goed nadenken wat je nou doet, wat je capaciteiten zijn, wat het al oplevert. Je hoeft niet meteen een enorm bedrag te vragen, maar als je gratis optreedt, dan treed je over 40 jaar nog gratis op. He? Dus dat is een wijze les. Zorg dat je nooit tevreden bent. Het beste optreden is het volgende optreden. Popdokter, bedankt voor de wijze informatie weer. En nu gaan we gelijk door naar Louis Bow Ties, van bij ons aangesloten Juliette en Tom. Ja, hallo. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja. Ging lekker denk ik net, hè, beneden met optreden. Ging prima. Ja. Was leuk om te doen. Ja, tof. Zeker. Hey, maar om te beginnen, hè, de gemiddelde leeftijd van jullie band is 18 jaar. Wat mij betreft, denk ik, dat is erg jong voor jazzmuzikanten in ieder geval. Je ziet het niet zo vaak. Waar komt die liefde vandaan? Ja, het is denk ik een beetje dat jazz is toch net iets anders dan puur pop, zeg maar. Bij pop staat alles heel erg vast en zijn de liedjes heel erg bepaald. En,
ook via, ja, via de Nieuwe Vesten zijn wij ook een beetje in aanraking gekomen met jazz. En ook daarachter gekomen dat het heel leuk is om ook gewoon wat meer te soleren. Meer nadruk te leggen op het samenspel. En dat is allemaal veel meer in de jazz dan als je kijkt naar pop of weet ik, klassieke muziek of zo. Dat staat allemaal veel meer vast. Ja, want de Nieuwe Vesten heeft jullie een beetje bij elkaar gebracht, als ik het goed begrijp. Hè? Ja. Klopt. Ja, we hebben eigenlijk... het was een jazzproject, een samenspeelproject, waar je je eigenlijk voor op kon geven als je geïnteresseerd was in jazz, een soort bandproject. En wij zijn eigenlijk samengesteld door de docenten van de Nieuwe Vesten met onze band, dus de bassist, gitarist, drummer, pianist, saxofonist en vocalen, zeg maar, om een band te vormen. En toen hebben we 10 weken lang geoefend met verschillende jazz standards. En uiteindelijk gingen we toen meedoen met de wedstrijd, de Jazz Talent Award. En, pakte redelijk goed uit, geloof ik, hè? Ja, dat we mochten niet klagen. We hebben op het Jazz Festival opgetreden in de Spiegeltent. En uiteindelijk hebben we gewonnen, dus dat was wel top. En onze saxofonist had ook nog de solistenprijs gewonnen. Dus we vielen eigenlijk dubbel in de prijzen. Ja, dat is goed gegaan. Het was echt, het was wel een heel mooie afsluiter ook van het hele traject, zeg maar. Want we hebben dan echt 10 weken intensief samen gewerkt en geoefend. En dan is het wel heel erg tof dat je dan ook uiteindelijk de prijs wint. Ja, en smaakt het nou ook naar meer met deze band? We zijn na dat jazzfestival zijn we voor het swingfestival gevraagd en daar hebben we toen gespeeld. En via het swingfestival zijn we ook nog hier terecht gekomen, hebben we gespeeld. Dus het is wel iets, een beetje een soort van succesje of zo. Ja, het komt wel uit elkaar voort. Het rolt steeds door eigenlijk. Het is wel leuk, dus ja, we weten het niet. Misschien krijgen we na dit wel weer iemand anders die zegt van, hey, heb je zin om... ergens te komen spelen of heb je zin om dit of dat te doen. En dat hopen we wel. En anders was het ook gewoon leuk voor wat het is geweest. Ja. Het officieel zijn jullie eigenlijk allemaal bij elkaar geraapt uit... Ja, we zijn eigenlijk een projectband, zou je kunnen zeggen. Vanuit de Nieuwe Vesten dus gevormd. En ja, tot nu toe, wat ik net al zei, het rolt steeds een beetje voort. Dus uit het een komt het ander. En nou zijn we natuurlijk allemaal aan het studeren of bezig met de laatste jaren van de middelbare school of wat dan ook. Dus de vraag is even hoe het zich ontwikkelt. Maar ja, wie weet komt hier weer iets moois uit voort en dan zijn wij er zeker bij. Ja, en jullie andere bandjes, hè? Waar kom jij bijvoorbeeld vandaan? Ik heb momenteel geen band, maar zoals het bij jazz vaker is, is het vaak zo dat je in een soort... ja, collectief toch de ene keer bij de ene band speelt en de andere keer bij de andere band speelt. En dat onderling een beetje wisselt. En jij zit wel in nog andere muziekprojecten, toch ook? Ja, ik speel nog in een andere bandje waarmee we in Amsterdam over een tijdje spelen. Maar wat zij al zegt, het is inderdaad één grote groep met allemaal muzikanten bij de Nieuwe Vesten. En ik vind het ook heel leuk dat de Nieuwe Vesten die komt continu met projectjes. En dan rapen ze inderdaad gewoon hier en daar wat mensen bij elkaar. En daardoor heb je niet een vaste band waarmee je jaren speelt of zo. Maar leer je wel heel veel muzikanten kennen en heel erg samenspelen met iedereen. En, ook altijd net een iets andere stijl. De ene is iets meer swing, de andere is iets meer toch zware jazz, de andere is iets meer funk. En dat verschilt dus ook echt per samenstelling waar je dan in speelt. Ja. En ik vind dat eigenlijk wel heel leuk dat je gewoon elk jaar in andere samenstellingen speelt. Ja, je hebt ook soms bijvoorbeeld bij het Hijgend Hert is dan ook een soort jazz café en daar heb je dan ook jam sessies en dan zie je vaak dat verschillende mensen op een bepaalde dag samenkomen en dan speel je dus ook in verschillende samenstellingen nummers die iedereen kent omdat het bijvoorbeeld jazz standards zijn. Ja. En als je neemt onze saxofonist zit ook nog in een big band, de drummer en de bassist zitten samen nog in een andere band, dus ja, op die manier krijg je ook een soort netwerk of leer je de scene ook een beetje kennen of zo. Het zijn eigenlijk allemaal solisten die elkaar hier en daar weten te vinden. Ja, eigenlijk zou je dat zo wel kunnen zeggen. En de Nieuwe Vesten, waar jullie dus eigenlijk mee zijn gestart met deze band. Mm-hmm. Hebben jullie dan zelf gekozen voor het thema jazz of het genre jazz daaromheen? Of is dat vanuit de Nieuwe Vesten geweest? Nou, het jazzfestival is dus, het heet wel het jazzfestival. Dus het is wel de bedoeling dat je daar niet per se de zware jazz speelt. Maar wel dat je
wel een beetje die kant op gaat. Dus dat je kan bijvoorbeeld wel een popliedje pakken, maar dan moet je daar op een of andere manier je eigen draai aan geven, dat het toch wel wat meer jazz en swing-achtig klinkt. En het is, ja, het is wel dus zo dat onze... Je kan geen rock gaan spelen of zo. Nee. Het is wel, als je op het swing of op het jazzfestival staat, dan moet je wel zorgen dat het een klein beetje die kant op gaat. En onze interesse ligt daar wel, zeg maar, want vanuit daar zijn de bands wel ook echt gevormd. Ja. Dus het is niet dat er gewoon bands zijn gevormd met mensen die ook hele brede interesses hebben in andere muziekstijlen, zoals jij al zei. Ja. En dan wordt gezegd, maar nu moet je jazz spelen. Dus die affiniteit ligt er wel, zeg maar. Ze gaan geen klassiek muzikanten vragen voor het jazz. Nee, dus dat is toch gewoon allemaal een beetje, ja, toch die voorliefde, zeg maar. En het klikt zo te zien ook op het podium. Ja, zeker. Leuke band, leuke mensen. Het is ook wel bijzonder, vind ik, hoor. Want op zich krijgen we dat wel eens als feedback van. Dat er toch een goede vibe heerst tussen ons op het podium, zeg maar. En we weten elkaar te vinden. Dus ja, dat is hartstikke fijn, want je weet natuurlijk niet hoe het uitpakt als je zo bij elkaar wordt gezet. Je zou ook heel erg met elkaar kunnen botsen en zo natuurlijk. Ja. En dan moet je toch maar samen muziek maken. En dat hoor je vaak ook gewoon terug in de muziek. Als het gewoon op sociaal gebied niet klikt, dan is het vaak ook in het samenspel ook niet... Het is een grote rotzooi, moet ik zeggen. Ja, dan hoor je inderdaad gewoon dat dingen worden opgeheist. Dat mensen elkaar niet de ruimte gunnen om toch je moment te pakken en zo. En als je gewoon lekker klikt, dan is dat wel en dan... Zijn er niet mensen die continu heel dominant zijn of zo? We zijn wel democratisch ingesteld, ja, op zich. Ja, democratisch ook. Dus, dat iedereen zijn plek krijgt, iedereen zijn solo's krijgt. En we moeten toch samen de arrangementen ook bepalen. Dus de samenwerking is wel noodzakelijk natuurlijk. Goede groep. Ja. Zeker. Ik wil in ieder geval bedanken voor jullie tijd. Ja, jullie ook bedankt. En ik wens jullie heel veel succes in de toekomst. Komt en dan gaan wij nu naar Offstage, waar ze op pad gaan, met de Herman Brood Academie. De 11e editie van de Herman Brood Academie on Tour in de MES. Herman Brood Academie levert al jaren de topbandjes van Nederland af. We zijn benieuwd. De Herman Brood Academie on Tour hebben wij georganiseerd zodat bands van school buiten Utrecht, waar de school is, zichzelf kunnen laten zien en hun talent kunnen ontwikkelen en kunnen zien hoe het echt eraan toe is op een tour, wat er allemaal geregeld moet worden en wat zij moeten regelen. Dus het is echt een soort van proef voor, zeg maar, later het uitbreiden ervan. Hi, wie ben jij? Ik ben Luba de Baroness. En wat voor muziek maak je? Ik maak samen met mijn band sci-fi surf rock. Het is een beetje geïnspireerd van die James Bond theme songs. Dus het heeft een beetje die James Bond vibe. Het is heel filmisch, een beetje dramatisch. En welke drie bands zijn het geworden en om welke reden? Ja, we hebben nu Banner mee, Luba de Baroness en Mantra. En wat wij leuk vinden is dat er elke tour eigenlijk drie totaal verschillende acts meegaan, zodat je een leuke opbouw hebt. Dus het begint wat rustiger met Banner en het eindigt echt met harde rock van Mantra. Dus zo sta je als bezoeker altijd weer versteld van wat er gaat gebeuren. En hoe was het zo om te toeren met HBA on Tour? Ja, het is super vet. Het is leuker dan ik had verwacht. En het team is ook heel tof. En het is allemaal best wel goed geregeld. En er komen best wel veel mensen op af nog. Dat had ik niet echt verwacht. Ik heb ik denk 2 jaar geleden of zo ook een keer meegedaan HBA on Tour. Maar dan met een nieuw bandje, een klein projectje wat ik toen had. Het speelde ook maar 3 liedjes. Maar toen kwam er echt bijna niemand. En ik zie nu echt de groei van HBA on Tour. En dat er echt veel mensen op afkomen. Dus dat is echt heel vet. En ja, de MES was ook gewoon een hele leuke zaal. En dinsdag Paradiso. Dus dat, daar kijk ik wel echt heel erg naar uit. Nou. En jullie zeiden dat jullie indie folk en dergelijke spelen. Kun je dat even toelichten? Nou, kijk, de muziek die ik schrijf is gebaseerd op indie folk. En op basis van hun kwaliteiten, laat maar zeggen, heb ik soort van de sound daarmee uit weten te breiden. Natuurlijk, ja, dat is dus ook heel logisch. Maar dat is dus heel ambient geworden, heel zwaar. En
het rust op indie folk, maar het is wel, het kan ook rocken en het kan ook beuken en het kan ook meer dan dat. Dus dat maakt het wel breder, denk ik. Maar basis indie folk. Ja, bij jou een tour is te gek. Best leuk. We hebben we hebben nu 3 mooie shows gespeeld. Zeker in Breda was erg leuk. Ik had niet verwacht dat het zondagmiddag zo druk zou zijn. Was wel gezellig. Ja, Breda is aanwezig. Ja, de hype is aan. Dit was de Herman Brood Academie on Tour. Het was fantastisch. En terug naar jou, Stefan. You had plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. I fell for your jiving and I took you in. Now all you gotta offer me's a drink of gin. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Het was een schitterend nummer van de Loose Bow Ties en dat brengt ons gelijk bij een schitterende man, Hans Kopier. Dankjewel. Welkom. Hallo. De man achter Breda Nu, zoals ik het goed begrijp, programmaleider. Programmaleider, radiocoördinator, dus niet, ik doe het alleen maar voor de radio. Kijk aan. En wat ik heb gehoord is dat er een hoop nieuwe programma's aankomen, een hoop nieuwe veranderingen in de studio onder andere. Ja, we krijgen als Breda Nu Radio een hele nieuwe digitale studio. We hebben een nieuw programma waarmee we uitzenden de muziek onder andere. We hebben heel veel nieuwe programma's. Dat is wel leuk om daar iets over te zeggen. Zo gaan we op maandagavond tussen 7 en 9 gaan we 2 uur Nederlandstalig draaien. We hebben ook jonge gasten. Op zaterdagmiddag hebben we bijvoorbeeld Chattime Radio. Dat is van 2 tot 3. Die jongen die is, als ik uit mijn hoofd zeg, is die 11. Hij doet het gewoon hartstikke leuk. En op zaterdagavond hebben we voor de jeugd een gameprogramma. Dat wordt gepresenteerd in principe door Pip Huiskes. Dan gaan we verder als we kijken. We hebben natuurlijk op donderdagavond hebben we NAKPRAAT. We hebben Joep op donderdag. Daar luisteren ook heel veel mensen naar. Ik zit zelf nog op donderdagavond tussen 6 en 8. Waar ik onder andere heel veel doe met het dierenopvangcentrum in Breda. Ja. De Martin Graus Hondenschool. En het gaat eigenlijk meer over dieren. Het is eigenlijk een radioprogramma wat je niet veel hoort op de radio. Ja. Dus dat is nieuw. Ja, we krijgen een nieuwe studio. Iedereen is happy. We hebben binnenkort ook voor het eerst een vrouw op de radio weer, sinds lange tijd. Kijk eens aan. Daar zijn we heel blij mee, dat we haar binnen hebben kunnen halen. Ja, er gaat gewoon heel veel veranderen binnen Breda Nu Radio. De muziek wordt wat anders. Is het ook veel verjonging als ik het zo hoor? Met Chattime Radio, ja. Radio en een gameprogramma erbij? Ja, ik denk dat we nu variatie lopen van leeftijd vanaf 11 tot en met, even denken zo uit mijn hoofd, ik denk rond de 70. Dus, dat is een variërend publiek. Dat zijn heel variërende medewerkers, ja, ja. Inderdaad. Waar ik ontzettend blij mee ben natuurlijk. Ja. En is het ook nou echt de bedoeling om een jong publiek aan te trekken? Of is het gewoon, ja. Nou, we moeten gewoon zorgen dat we alle doelgroepen kunnen voorzien? Nou ja, we willen sowieso altijd alle doelgroepen voorzien. Want wat we natuurlijk missen in Breda is een stukje Nederlandstalige muziek. Ja, daar wordt eigenlijk niks mee gedaan. Dat gaan we nu op maandagavond doen. Daar gaan we mee opstarten. Dat is heel gevarieerd van Marco Borsato, bij wijze van spreken, tot aan Mieke uit de jaren 70. Ja. Op zaterdagmiddag is het, je hebt natuurlijk al de gemeente die achter het blad zit van Chattime.
Daar wordt nu ook een radioprogramma doorgemaakt. Met gasten als onder andere de burgemeester die eens langskomt. En ja, het zijn gewoon hele leuke dingen die ze doen. Ja, tof. Ja. En die nieuwe studio, hè? Je zegt we gaan een beetje richting digitale radio. Digitaal, maken. Ja. Waar zit daar de verandering in? De verandering zit in, nu kunnen nog, om het maar even heel bot te zeggen, mensen aan knoppen draaien. Zodat ze weten van, dit klinkt wel lekker zo, de muziek. Nou, dat willen wij dus niet. Wij willen gewoon één uitstraling hebben. En dat betekent dat straks gewoon alles in principe digitaal wordt uitgezonden. Over FM, de kabel en op internet. En dat betekent ook dat ze eigenlijk nergens meer aan kunnen zitten. Ja, maar dus... is dat ook niet gewoon een echt grote verandering in het vak van een radioman? Als ik kijk naar de afgelopen jaren, hoe ik zelf begonnen ben als jongen van 14. Dat is met twee platenspelers en een mengpaneel. Dat is een paar jaar geleden. Cassettedecks. En nu is alles in principe gaat via de computer. Er zijn nog wel enkele programma's die nog wel eens een keer een LP bij zich hebben. Dus we hebben nog een draaitafel staan en een cd-speler. Maar die worden eigenlijk bijna niet meer gebruikt. Het is allemaal digitaal. Ja. En wanneer kunnen we jou weer horen op Breda Nu? Ik ben zelf te horen op maandagavond tussen 7 en 9 met het Nederlandstalige programma. En op donderdagavond tussen 6 en 8, waar we alles eigenlijk met dieren doen. En dan hebben we iedere week, en dat gaan we ook doen op de Kabelkrant, is het huisdier van de week van het dierenopvangcentrum. Het huisdier van de week? Ja, dat we het echt belangrijk vinden dat de huisdieren die daar zitten in het vroegere dierenasiel, dat we die via Breda Nu een nieuw huis kunnen geven. Kijk aan. Dus er is ook een nauwe samenwerking echt met maatschappelijk betrokken partners? Ja, maatschappelijk zijn we heel goed bezig met het dierenopvangcentrum onder andere. We hebben de Martin Gauws Hondenschool. Martin Gauws kent natuurlijk iedereen. Die hebben een speciale manier van lesgeven. Ja. We krijgen vragen van mensen van, we hebben problemen met onze hond. Hoe kunnen we dat oplossen? Die mensen helpen we. Die mensen kunnen nog zelfs gratis naar 8 maal toe om daar een les bij te volgen bij de Martin Gauws Hondenschool. En we hebben iedere week hebben we Ronald, die is eigenaar van een dierenwinkel op het winkelcentrum Hoge Vught. En daar behandelen we iedere week over konijn, of een cavia, of hoe je het beste waar je op moet letten met voeren, eten, dat soort dingen. Dus ik kan binnenkort mijn hond en mezelf aanmelden om training te gaan? Jij kan op training gaan. Top, waar kan ik me aanmelden? Waar kan jij je aanmelden? Ja. Het beste is gewoon eventjes via mijn Facebook-site. Ga even naar Hans Kopier. Daar staat alles op. Schrijf een berichtje. Wij sturen het door in principe naar de Martin Gauws Hondenschool. En we nemen contact met je op. Want er zijn toch wel mensen die heel veel problemen hebben met honden nog steeds. Ja, ja. Heel leuk. Goed om te horen dat jullie er in ieder geval iets mee doen. Ja. Ik wens je in de toekomst heel veel succes. Dankjewel. Met de studio en de nieuwe programma's. Gaat zeker goed komen. En dan gaan wij weer door. Oké, succes met je programma. Dankjewel. Dit was hem weer. Het zit er weer op. Bedankt voor het kijken. En voordat we eruit gaan, gaan we nog het laatste nummertje krijgen van jullie. Maar zonder jou. Dat klopt. Het is een instrumentaal nummer dat de band zelf heeft geschreven. En het heet Loose Bowties naar de band. Kijk aan. En voordat we daarmee gaan starten, wil ik jullie nog even op wijzen. Dat heb je ook een muzikaal talent. Kun je heel goed jodelen. Ben je fantastisch met jazz, net als deze mensen. Of kun je supergoed rappen. Meld je dan aan bij onderstaande e-mailadres. Rest me nog één ding om te zeggen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe. Tot ziens.
Je weet het meteen.